Goedemiddag, we zijn weer live te zien op Facebook. Mijn naam is Eduard van Nieperen, ik ben makelaar bij Ellen Mauthaar Makelaardij. En vandaag ga ik jullie een appartement laten zien wat wij deze week te koop hebben aangeboden op Funda. Vanaf vrijdag zijn er ook bezichtigingen af te spreken. En het is een appartement midden in het centrum van Bussum, in het winkelcentrum van Bussum. Ik was van plan om buiten te gaan starten, om de locatie te laten zien. Alleen ze zijn net van de gemeente de stoepjes aan het schoonvegen. Of blazen moet ik zeggen. Dus dat maakt er een beetje veel herrie. Dus vandaar dat ik ben begonnen in de centrale hal van het appartementengebouw. Het appartementengebouw is gebouwd in 2001, dus vrij recent. En het gebouw heeft de naam gekregen Residence Marienburgt. En waarom heet het zo? Omdat het is gebouwd aan de rand van de tuin van het voormalige klooster Marienburg. Het appartement heeft ook het uitzicht over de tuin, ga ik jullie straks laten zien. Maar eerst even de locatie. Ik ga toch een poging wagen om even naar buiten te gaan, om daar eventjes te laten zien wat de locatie is. Nou, hier zoals gezegd de centrale hal. En... ja, overal kom je hier in het gebouw wel de platen tegen, of de foto's tegen moet ik zeggen, van het voormalige klooster. Het is sinds vorig jaar ook een gemeentelijk monument. Niet meer in gebruik als klooster. Ze gaan er appartementen in realiseren. Maar wat ik al zei, gemeentelijk monument. Dus dit plaatje zal blijven zoals die is. En de centrale hal, die uiteraard afgesloten is. Niet iedereen kan zomaar naar binnen lopen. En nou, de blazers zijn inmiddels vertrokken. En dit is het centrumgebied. Met alle winkels en alle voorzieningen binnen handbereik. Als je hier achter dit ronde gebouw door zou lopen, dan kom je richting de Kapelstraat. Heel gezellig straatje met heel veel horecagelegenheden. Restaurantjes, cafeetjes en ja, dat is echt wel een hele leuke plek om af en toe even een hapje te eten. Nou, de Vituskerk zien we daar in de verte. En hier zie je het hek van het klooster. Sorry, ik moest eventjes nadenken. Hier, het hek is nu even dicht, maar ik kan het wel even laten zien. Daar is die. Met de grote tuin waar we straks ook vanuit het appartement op uitkijken. Nou, het feit dat hij natuurlijk zo centraal ligt, zou je denken, ik heb problemen met het parkeren. Nou. Er is een eigen parkeerplek onder het gebouw gerealiseerd, een parkeergarage. En heb je nou geen auto? Nou, zoals je ziet, naast het gebouw is de eerste bushalte. Nou, het mooie van het appartement, het ligt redelijk achter in het gebouw, vanaf deze straat gezien. Dus de geluiden die we nu horen, daar merk je in het appartement helemaal niks van. En dat is het fijne. Kijk, hier staat hij nog een keertje. Residence Marienburgt. De deur gaat open door middel van een token, zoals dat dan heet. En hier nog een keertje. Dus wat dat betreft is het goed beveiligd om onbevoegd hier in het huis of uit het gebouw te houden. Nou, er is uiteraard een liftinstallatie met hier het trappenhuis. Het trappenhuis wat ook naar de kelder gaat. De kelder heeft dus een eigen parkeerplaats en een eigen berging. En die is bereikbaar via de Veldweg. Dat is een zijstraatje van de Brinklaan. Nou, eventjes snel de trap op. Meestal is dit natuurlijk wat minder interessant om te bekijken op de film. En hier zien we hem, de tweede verdieping. En we gaan naar C5. Het is dus de derde woonlaag. Begane grond, eerste verdieping, tweede verdieping.
En we zitten hier op C, de tweede woonlaag. Is ook meteen de bovenste woonlaag, dus je hebt geen bovenburen. Nou, de galerij over, uiteraard overdekt. En dat is de achterkant van het gebouw en hij is dus in een L-vorm gebouwd. Dat gedeelte hoort er ook nog bij. En helemaal rechts, daar komen we bij de veldweg. En daar is dus de afgesloten parkeergarage. Klein stukje kan ik hier wel laten zien. Daar waar het hek is, aan die kant, daar, even kijken, daar loopt de hellingbaan naar beneden voor het bereiken van de garage. Ook daar zien we nog een deur met een trappenhuis. Nou, inmiddels voor de woning. We gaan naar binnen. Zo. Nou, het gebouw is dus in 2001 is die gerealiseerd. En in 2018, moet ik het goed zeggen, 2018 is het hele appartement compleet gerenoveerd. En ik loop altijd maar gelijk door naar de woonkamer en dan zien we hier dat de hal, klinkt een beetje hol, en de woonkamer zijn afgesloten door middel van deze dubbele deuren. En hier staan we in de woonkamer. Nou, wat ik al zei, 2018 compleet gerenoveerd. Wat is er toen onder andere gebeurd? Het hele appartement is gestuukt. Glad gestuukt, ook het plafond meegenomen. Want van oorsprong zie je hier van die gootjes lopen tussen de twee betonplaten in. Nou, die zijn hier niet meer zichtbaar. Ze hebben het mooi ook een randje langs de muur meegestuukt. De deuren zijn allemaal vervangen. De binnendeuren moet ik zeggen. En die deuren die zijn extra hoog gemaakt. Dus die lopen door tot aan het plafond. Dat ga ik straks laten zien. De vloer. Dat is een bijzondere vloer. Het lijkt een houten vloer, maar dat is het niet. Het zijn keramische houten vloerdelen, zoals dat dan genoemd wordt. Dus het zijn, een beetje oneerbiedig gezegd, tegels met een houtlook. Je ziet het ook echt niet eraan af. Ik weet niet of het op de film goed te zien is, maar het lijkt echt net hout. Er zit zelfs een houtnerfje in. En er is vloerverwarming. Dus geen lelijke radiatoren meer in het zicht. En die vloer die loopt dus door. Ik zal hem nog eventjes omdraaien. Naar de hal. De slaapkamers die hebben een vloerbedekking gekregen. De badkamer is vernieuwd. Die ga ik zo laten zien. Maar ook de keuken. Mooie strakke keuken. Met een kookeiland. 5-pits gaskookplaat. De apparatuur allemaal van AEG. Vaatwasser uiteraard, koelkast, vriezer. Wat ik zelf altijd heel mooi vind bij zo'n eiland is een hoge afzuigkap. En voldoende spotjes om ook in de avonduren voldoende licht te hebben. Mooi oude plankje hier. Dat is een beetje de combinatie tussen strak modern en toch ook wat meer warme materialen gebruikt. Nou, hier zien we nog onder de gaskookplaat de oven en heel veel bergruimte. Je zou zeggen van, nou, zit er wel voldoende bergruimte? Nee, want ik zie geen bovenkastjes. Nou, hier zien we rechts de vaatwasser en helemaal achterin de vriezer. En voor de rest lades, maar niet alleen aan deze kant. Maar hier zijn ook nog 4 kastjes. Dus ik denk dat dat wel voor de meeste mensen voldoende zal zijn. Nou, voldoende plek voor het plaatsen van een grote eettafel.
En als we deze kant op kijken, dan zien we dus inderdaad ook meteen dat we dus eigenlijk in de kap van het appartementengebouw zitten. Ja, dit is een stukje schuin met een groot dakraam erin. Daar zit een zonwering, die is nu halverwege omhoog gezet. Want het appartement ligt praktisch op de zuidkant van het gebouw. Dus het balkon die we hier zien, ja, daar zit je goed hoor, in de zon. Met dubbele deuren. De dubbele deuren gaan naar de binnenkant open. Dat is natuurlijk wel prettig, want anders kan je je balkon niet zo goed gebruiken. Ik had ze al even op een kiertje gezet. En als ik een beetje afstand neem, dan zie je dat dat een hele grote opening is. En als je ze niet open hebt, dan zie je daarboven een grote strook met een ventilatierooster. Een zogenoemde suskast. En die absorbeert dus ook wat meer van nog de mogelijke geluiden van buiten. Nou, prachtig zicht hier vandaan. In de verte zien we de toren van de Vituskerk, voor de bekenden hier in Bussum. En ja, dit vind ik toch altijd hele mooie bomen. Een beuk. Monumentaal, denk ik. Echt een hele oude. En die staat dus in de kloostertuin. Ik zal even het balkon oplopen. Dit is de kloostertuin. Met achter de boom zie je een trapgeveltje. En het torentje daar. En zoals ik net al beneden zei, die centrumgeluiden die je net hoorde toen ik op straat liep, ja, die merk je dus hier totaal niet. Dus je hebt alle faciliteiten binnen handbereik, zonder dat je daar de mogelijke overlast van hebt. En dat is toch wel het unieke van dit plekje. En nou goed, het is nu 12:30 en zoals ik al zei, hij ligt zuid, dus het zonnetje staat hier nu pal op. Ja, dat is perfect. Nou, de begaande grondappartementen die hebben ook nog wat tuintjes, dus daar kijk je leuk op uit. Die worden leuk bijgehouden. En het balkon. Ja, het balkon heeft een mooie oppervlakte. Voldoende ruimte voor het plaatsen. Nou, ze hebben nu twee grote voor thuis neergezet. En een klein tafeltje. Maar aangezien je de grote dubbele deuren hebt, trek je eigenlijk gewoon ook een stukje van de woonkamer erbij. Als je met wat meerdere mensen toch van het zonnetje zou willen genieten. Nou, hier mooi de wandverlichting. Daar zitten aan beide kanten, zoals je daar, ik heb er eentje aangezet zoals je ziet. En maar er zitten dimmers op, dus die kun je ook bedienen. En de haard die we hier zien, dat is een sfeerhaard. Met daarboven een mooi nis gemaakt voor de televisie. Dus de grootte van je televisie is eigenlijk bepaald. Nou is dit een heel mooi formaat, dus een kleinere televisie zou hier prachtig ook inpassen. En vanaf deze hoek is goed te zien dus dat je een grote eettafel neer kunt zetten. En de zithoek, wat dat betreft ook een prima formaat heeft. Je ziet hoeveel er staat. Het appartement heeft in totaal 91 vierkante meter, had ik nog niet verteld. Het zijn drie kamers en dit is dus de woonkamer. We gaan door. Weer terug naar de hal met de dubbele deuren die ik net al liet zien. Oh ja, hier zien we ook nog de intercom. Een video intercom. Dus beneden, als je aanbelt, wordt die geactiveerd. En kan je zien wie er voor de deur staat. Nou, de hal. Ook allemaal meegenomen in die verbouwing. Er zijn hier spotjes in het plafond verwerkt. Uiteraard ook weer met een dimmer. Volgens mij, zeg ik dat goed? Ga ik straks even kijken. Ja, een dimmer.
En nieuwe deuren. Deuren helemaal tot aan het plafond. Het galmt een beetje, hoor ik. Ik zal wat rustiger praten. En alle deuren zijn hetzelfde. Ook met hetzelfde beslag. En ik ga even de deuren langs. Begin ik bij het toilet. Meestal laten we die niet zien. Maar omdat het allemaal zo mooi gerenoveerd is en ook ruim. Ruim genoeg om ook even goed op beeld te brengen. Wil ik dat zeker niet overslaan. Leuk daar een nisje gemaakt met een spotje erin. Er zit een mechanische ventilatie. Die zien we daar. En uiteraard een klein wastafeltje. Nou, het toilet is dus apart van de badkamer. De badkamer zit aan de overkant. Dat is deze. Maar daar zien we nog een tweede toilet. Ja, dus wat dat betreft is deze badkamer compleet. Met een ruime inloopdouche. Ik hoop dat dat op beeld overkomt. Ja, dat denk ik wel. Mooie tegels gebruikt. Tot aan het plafond betegeld. Ook hier weer die afzuiging. Boven de douche. Hetzelfde nisje als wat we net ook al bij het toilet zagen. En een groot wastafelmeubel met een brede spiegel erboven. Twee kranen, twee laders. Heel mooi gedaan. Vind ik persoonlijk. Zo. Nou, dan hebben we naast het toilet. Dank voor je complimenten, Marianne. Leuk. Ik zie hier voldoende ruimte voor, zoals je ziet, een wasmachine, de droger. We zien daarachter de unit voor de mechanische ventilatie en helemaal weggeschoven. Hoef je ook niet elke dag bij te zijn, maar daar is de eigen cv-ketel. Hè. Het appartement heeft een eigen cv-ketel. Combi, dus die zorgt ook voor het warme water. En ja, dit is gewoon heel lekker als bergruimte. Wat ik al zei, beneden heb je ook een eigen berging waar de fietsen ook opgeborgen kunnen worden. Maar dit zijn voor de dingen die je wat eerder nodig hebt, zoals bijvoorbeeld een strijkplank. Gaan we door. Want ik had beloofd dat we drie kamers hadden. En ik heb er nog steeds nog maar eentje laten zien. Hier is nummer 2. Dat is de kleinste kamer. Logeerkamer. Sommige mensen gebruiken hem ook als werkkamer. En ja, deze dus nu als logeerkamer met een grote kastenwand. Die zien we hier. Spotjes erboven. Drie schuifdeuren. En voldoende plek voor een bed. Maar wat ik al zei, ook eventueel voor een bureau. En deze kant, die zit dus aan de noordkant van het appartement aan de galerijzijde. En als we door het raam kijken. Ja, dat is een beetje moeilijk nu met de Luxeflex. Nee, is niet te zien. Maar dan zien we het dak van de koepelkerk. Nou, de grootste slaapkamer die vinden we aan de overkant. En die heeft voldoende ruimte, zoals jullie kunnen zien, voor een groot tweepersoonsbed. Kastjes ernaast. En ook hier dus weer alles gestuukt met het randje langs het plafond. Even goed hier staan. Niet ergens tegenaan botsen. En dan zie je dat er ook eigenlijk gewoon voldoende loopruimte om het bed is. En op de warme dagen is dit wel een hele goede locatie van deze slaapkamer. Want dit blijft lekker koel. Zeker gezien het moderne
Bouwjaar 2001. Goed geïsoleerd. Ja, heb je geen last van hele warme slaapkamer. Nou, zoals ik al zei, hè, de hal en de woonkamer die hebben die keramisch houten vloer met vloerverwarming. De slaapkamers zelf hebben vloerbedekking, zacht aan de voeten, en hebben dus wel een radiator. En om nog even het te laten zien, al die deuren die lopen dus door tot aan het plafond. Dat geeft een mooi ruimtelijk gevoel. Nou, 2018 dus volledig gerenoveerd, met een hoge afwerking. Goede materialen gebruiken. En op een fantastische plek, zoals ik al heb aangegeven. Eigen parkeerplaats erbij, heb ik aan het begin van deze opname verteld. En lage servicekosten, ook dat is natuurlijk altijd wel goed om te weten. Hè. Het is een appartementgebouw, dus je bent lid van de Vereniging van Eigenaren. En de servicekosten liggen hier op €122. En daar wordt dus het gebouw van onderhouden. De lift, onder andere, wordt schoongehouden. Ja, kijk, fantastische plek. Oh ja, ben ik vergeten. Zonnescherm. En dit is ook wel een leuk puntje trouwens. Maar er zit dus een zonnescherm. En wat ik al zei, hij ligt zuid. Dus die heb je ook af en toe echt wel nodig. En hier de woonkamer. Mooi overzicht. Goed. Dat was mijn korte rondleiding. Wil je hem nou nog een keertje terugkijken? Of misschien ben je benieuwd naar de plattegronden. Of alle andere informatie die we nog over deze woning hebben, dan heeft hij een eigen site. Brinklaan67c5.nl. Als je dat intypt, dan kom je bij de informatie van deze woning. Uiteraard ook gewoon via onze eigen site te vinden, mouthaan.nl. En vanaf vrijdag kan er bezichtigd worden. Dus ben je benieuwd? Wil je graag een afspraak maken? Je bent van harte welkom. Neem contact met ons op. En dan laat ik hem graag in het echt zien. Voor nu, dank voor het kijken en geniet van het mooie weer.